Het directoraat ondernemerschap heeft ter ondersteuning van ondernemerschap in Suriname een faciliterende rol gespeeld bij het pitch-event van de Startup Huddle Paramaribo. Dit evenement dat onderdeel is van de Global Entrepreneurship Week vindt plaats van 18 tot 24 november. Het pitch-event is op 19 november gehouden in de vergaderzaal van het ministerie van Economische Zaken. Directeur ondernemerschap Krishna Mathura, die ingenomen is met dit evenement, gaf aan dat het ministerie verschillende programma's aanbiedt die beginnende ondernemers kunnen helpen om een stap vooruit te zetten. En vaak als we de programma's uitvoeren, horen we van ja, maar we wisten niet hierover, of hoe komt het dat het zo weinig in de publiciteit is. Wij doen alles om het naar buiten te brengen. Maar ik denk dat als we op zo'n manier samenwerken, op zo'n manier meer mensen betrokkenheid tonen met meer mensen, dat onze programma's ook beter tot uiting kunnen komen, waarbij we meer mensen kunnen faciliteren, meer ondernemers kunnen faciliteren. We hebben recentelijk onze juridische zaken met het KMO-fonds vernieuwd. Dus KMO-fonds krijgt weer wat nieuw leven ingeblazen. Dat moet u zeker volgen. Het past helemaal in uw straat als ondernemer, als start-up huddle. Directeur Mathura zei verder dat het ministerie zich geroepen voelt ondersteuning te bieden aan startende ondernemers. Jalis Eduards, coördinator Startup Huddle Paramaribo, legt uit dat de organisatie zich inzet voor versterking van het ondernemersklimaat in het land. Na de pitch, je hebt sowieso dat ondernemers dus gaan netwerken met elkaar. En het kan partnerschappen met zich meebrengen. Ze kunnen fondsen genereren hieruit. Dus het hangt er echt vanaf wie in het publiek zit. In principe heeft het ministerie dus een ondernemerstak. En het sluit dus aan op hetgeen wij doen. Wij zijn bezig met ondernemers en er is dus ook een directoraat die zich bezighoudt met ondernemerschap bij het ministerie. In 2022, dacht ik, was er dus een entrepreneurship COP. Ja, dat was in 2022 en van daaruit is het verder gaan bloeien, dus de samenwerking. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft diverse programma's waarbij er ondersteuning geboden wordt aan ondernemers.